Loindale. Ah. Bobby did Loindale. Gaat gebeuren. Ik weet dat het een project is van de broertjes Dessner van The National, bekende indie rockband. En wat ze precies gaan doen is een beetje onduidelijk. Het is een muziektheaterstuk en het gaat een beetje over de tijd van voordat deze wereld begon. En het is gebaseerd op mythologische teksten van de Maya, de Popol Vuh. En hoe dat nou allemaal samenkomt met videokunst, ik ben heel nieuwsgierig. We gaan het zien. Oh, ik vond het fantastisch. Zo diep van binnen. Het is ongelooflijk. Alsof je je allerdiepste mag meemaken. En mag zien en horen. En ja, het is heel, heel bazaal voor mij. Ja. Ik vond het heel vet. Echt geweldig. Ja. Ja, eigenlijk wel, maar dat is de aanvankelijke reden dat ik erheen ging. Maar uiteindelijk had je hier niet per se heen hoeven gaan als je fan bent van The National. Want het is gewoon, het staat er eigenlijk los van, maar het is echt heel vet. Kende u de muziek al? Nee, ik kende deze groep niet. Ik vond het een interessante omschrijving. Indie rock en het verhaal over de Maya of de Azteken of zoiets. De beelden riepen voor mij ook associaties op met Latijns-Amerika. En ja, ik vond de muziek geweldig. Dat orkest en de klanken die ze produceren. Voltreffer. Op zich vond ik een aantal liedjes vooral heel mooi. Ik vond het mooi hoe ze overliepen in klassieke stukken. De muziek was bij vlagen eigenlijk heel fascinerend. Maar het bleef wel allemaal een beetje afstandelijk. En daarbij was het probleem, vond ik vooral, dat de samenhang wat miste. En dat de jongens opeens gingen overgooien met de gitaar en dingen gingen doen. Dat was op zich wel grappig, maar het ding was... Waarom? Waarom doe je dat? En dat is eigenlijk de hele tijd de vraag. En ook bij die animaties die toch wel er leuk uitzagen en een mooie achtergrond waren. Het idee was, wat is nou de diepere gedachte hierachter? Is er überhaupt een diepere gedachte? En die lijkt er te zijn als je het persbericht leest vooraf. Maar uit de voorstelling kan ik hem niet halen. I mean, the idea started with my brother and I, just, you know, the way we write music that we've been playing together for years, and we wanted to make a piece that developed, you know, kind of grew out of the same style of guitar playing that we do, but just pushed it a little further and looked at, like, the idea of being brothers and twins. And we met Matthew Ritchie, who's the visual artist who did the film and the set, and kind of the story of, you know, it's not a musical and it's not an opera, it's like a weird set of songs, but they're all based on this... a Mayan story that's basically their creation story that's all about twin brothers who play this ball game that's so loud that they wake up the gods of the underworld and they proceed to go through this kind of like horrific series of tests. But actually the song that Matt Berninger sings in the show is called Tests, and it's all about these different trials that they go through. So, and you see us kind of, you know, in the show there's tug of war with a guitar and we bat around a guitar and a baseball, and that's supposed to be the kind of like fun kind of games, and there's a lot of talk about play. And so it was, I mean, what I would say about the subject of it is it really was just a vehicle for all of us to collaborate, including the singers and the ensemble. It was like a, you know, like a rock band has a kind of reason for its existence and you write songs. And but when you're doing a special project like this, you really need some sort of vehicle that you can bring people together with. You know, it doesn't work just to kind of present a bunch of random music. So that was, the story itself kind of helped us all collaborate. Het is echt wat anders. En het is echt de moeite waard om het te zien. Morgen nog. Who did? Who did?